Hoi, mijn naam is Dion Lukien en leuk dat je kijkt naar het jaaroverzicht van de WTF Show, waarin ik de hoogtepunten en de dieptepunten van dit kanaal bespreek. Maar eerst ga ik oude video's bekijken van mijn YouTube kanaal, want wat sommige mensen nog niet weten is dat ik in 2013 alweer begonnen met het YouTube kanaal. Toen heb ik al een paar WTF Shows gemaakt en wat andere dingetjes erbij. Dus ben je benieuwd naar deze video's? Ik ga vooral cringe waarschijnlijk, dus gaan we beginnen met de eerste video. Let's go! Dit was mijn allereerste video op mijn YouTube kanaal. Ja, zoals je ook kan zien. Ik was niet de enige presentator in het begin van de WTF Show. Ik dacht van ja, leuk, een mede-presentator is misschien ook wel leuk. Maar zoals je kan zien, echt een slechte greenscreen effect. Voor mij had ik ook niet eens lampen. Ik had gewoon een nachtkastlampje had ik gewoon achter de greenscreen gezet. En voor mij een dikke bouwlamp erop. Ja, hier moet ik wel een verhaal bij vertellen. Ik heb toen een scootertje gehaald bij de Toys R Us. Kan ik gewoon zeggen, want ze zijn nu failliet. Dus reclame maak ik er nu niet voor. We hebben dat scootertje hebben we daar opgehaald. Met het idee in ons hoofd dat we hem zouden gebruiken. En daarna hebben we hem gewoon weer teruggebracht. Er zat een klein beetje schade aan, maar we hebben gewoon het geld weer teruggekregen. Ja, wow. We gaan nu in de McDrive met deze scooter. Deze kwaliteit, bro. Dan komen we zo'n auto. Oh, nog die wind er gewoon hoor. Oh, wat een mooie jas ook. Fucking vuilniszak. Kan ik die scooter ook gewoon gelijk in doen. Mag je een ijsje? We hebben heel verschillende ijzers. Oh shit, dit was 2013 jongens. Ik weet niet zeker of YouTube hier heel blij mee zijn of dat ik gewoon gedemonetiseerd word. Of, nou ja, ik krijg toch geen reclames, dus ik kan het gewoon laten zien. Ja, bedankt. Doei! Hebben we net geen nieuws gehad? Welkom bij de WTF Nieuws. Jongens, welkom bij het jaaroverzicht van de WTF Show. Hebben jullie er zin in? Jullie herinneren jullie wel wat er vorige keer is gebeurd. Kijk maar mee. Pilmen in de winkel mag niet. Dat kom ik ze wel tegen op internet of wat dan ook, dan heb je een probleem. Nee, moet je nooit tegenkomen. Dat is echt kut om iets tegen te komen. Ik heb het nu eens door, we gaan naar binnen. Moet toch als beveiliging moest die toch zelfverzekerd overkomen? Die kans is wel aanwezig, ja. Waarom heeft hij dan geen snor? Waarvoor moet ik een snor hebben, hè? Dat is zelfverzekerd. Is dat zo? Dat ziet u weer stoer uit. Dan denken mensen hier in de winkel, ik ga niks stelen. Hier bij de Medemarkt. Nou ja, vind ik niet. Nee? Maar u heeft wel een baardje. Waarom dan? Ja, een keer proberen, hè. Eens een keer weer anders proberen. Dus u heeft dit nooit gehad? Oh, deze is gewoon cringe, vandaag. Joh. Ja. Vandaag heeft u net dat baardje laten groeien. Vandaag? Echt? Oké. Okay. Ja? Echt waar? Ja. Gewoon doorgaan ook, hè. Oké. Ja. Echt waar? Nog een keer ook. Neem ze mee, wel de politie even. En dan verwijderen ze het wel. Wij hebben het. Loop je even mee, heren? Nee. Loop je even mee of niet? Nee. Mij? Nee. Nee. Hardhandig gewoon voor mij ook. Jij blijft normaal. Nee. Jij loopt gewoon even mee. Ik ben klaar met jou nu. Hallo. Ik ga niet agressief doen, toch? Ja. Vrouw het muziekje eronder. Niet maar even in. Is dit een voorkamer hier? Hallo. Vertel dus. Sorry? Vertel dus. Dit is helemaal niks, dit is onze winkel. Ik kan je ook een verbod geven als je wil. Ik heb een mooi tijdje heb ik gezeten in dat kantoortje. Maar het mooie was, al die shots heb ik in een verschillend mapje heb ik gezet, zodat ze daar niet bij konden. Dus ik heb gewoon laten zien bij shots waarvan ik dacht van ja, die kunnen wel weg. Heb ik laten zien dat ik dat had verwijderd. En ze geloofden mij dat al het beeldmateriaal was verwijderd. Maar als ik er zo te aan terugdenk, had ik het eigenlijk wel moeten verwijderen en nooit online moeten zetten. Dit was gewoon een trend in 2013. Mensen vonden het leuk om gewoon melk op de grond te gooien. Leuk. Goeie grap ook. En dit is een half jaar later, na de andere WTF Shows. Voor de jongeren vanaf volgend jaar pas vanaf hun 18 uur kunnen drinken, zijn er nu veel meer chroma-cijfers gekomen.
pas roken vanaf je 18e. Ze willen dus bakjes onaantrekkelijk maken. Misschien zoals deze. Ik heb voor deze prank 2 uur lang in een kantoortje gezeten, wachten tot de politie. Dit moet ik nog wel even vertellen. Dit vond ik eigenlijk het beste filmpje dat ik heb gemaakt vroeger. Gewoon die prank in de Jumbo. Ik heb een vrouw heb ik 1 minuut gratis winkelen gegeven. Maar ik zou het eigenlijk niet geven. Ik zou het dus nep geven. We zijn op zoek naar de miljoenste klant. We hebben nog 1 iemand nodig. Mevrouw, gefeliciteerd. U heeft 1 minuut winkelen gewonnen. Wat vindt u daarvan? Geweldig. Ja, mooi wel. Pak hoor. Oké. Veel mogelijk bakken als ik kan. Ik zit hier op 45. Het gaat snel. Dus pak alle koffie dat u wil. Veel mogelijk. Hoppa. Daar begint het zo, hè. Koffie is duur, hoor. Hier is nog meer koffie. Misschien ook andere producten, alleen dan koffie. We zitten nu op 15 seconden. Ja, alleen maar koffieproducten. Tien. Negen. Acht. Zeven. Zes. Vijf. 4, 3, 2, 1. Had ze er nog gewoon in kunnen doen, maar oké. Nee. Nou, we lopen naar de kassa. Er zat al iemand op ons te wachten. Ik had het al in een ooghoekje, zag ik al. Maar... Wat zijn we doen? Wij hebben deze mevrouw nu gratis winkel gegeven. We zijn van Jumbo Groningen. En we gaan een minuut. Gaan we welke Jumbo? Gewoon van regionaal hier in de Jumbo. Dan had je je moeten melden en dan had je alles moeten regelen. En nu is alles van mij. Nee, dit is niet van u. Nee, dan gaan we de politie erbij halen. Dit is goed, dan halen we de politie mee. Als ik die dingen terug mag, want die dingen zijn van mij. Dat in onze boodschap niet gratis de deur uit te vrienden. Ik weet niet wat de bedoeling van je is. Nee, dat weet ik ook niet. Je hebt echt de verkeerde voor je nu, hoor. Ja, dat is op zich wel een mooi filmpje. Zielig voor die vrouw, want het was eigenlijk de bedoeling om aan de kassa te zeggen... Ja, sorry, het was eigenlijk zo'n grapje. Hadden we 2 pakjes met koffie hadden we gegeven en dan was het zo voor ons klaar geweest. Maar we zijn dus meegenomen naar het kantoortje toe. De politie is er ook bijgekomen. En ik was bang dat ze het beeldmateriaal zouden verwijderen. Dus voordat ze het aankwamen heb ik stiekem met mijn hand zo bij de camera gezeten... en het SD-kaartje eruit gehaald en zo in mijn schoen gedaan... Zodat niemand wist dat ik het daar had en ik had een nieuw SD-kaartje neergestopt. Zodat als ik de beelden had moeten verwijderen, dat het toch andere beelden waren. Dus ja, en de politie zei tegen ons, nou ja, je mag het beeldmateriaal mag je gewoon gebruiken als alles maar gewoon goed geblurred wordt. En dit waren de hoogtepunten van 2018 van de What The Fuck Show. Leuk dat je kijkt naar de What The Fuck Show. Van schat Jan. Naar de What The Fuck Quiz. Never have I ever. En leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van Voordat Ik Doodga. Moet je filmen, joh. Ze is fucking groot. What the fuck is dat? Wow. Er is gewoon een monster bij. Echt fucking groot. Wow, jullie... Drink een smerige smoothie. Godverdomme. Deze man beweert Amerika's dodelijkste seriemoordenaar te zijn. Hij verklaart dat hij bijna alle series op Netflix al heeft bekeken. Oh, dan laat ik hem wel gewoon hier staan. Nee, u neemt hem mee. U laat hem niet, u neemt hem mee. Ja, maar ik heb ook nog wel meer dingen te doen, sorry. U neemt hem mee. Ik wil hem niet hebben. Oké. Deze? Dit is toch een afzuigkrab of niet?
shit. Vrouw uit Ten Boer valt in een 4 meter diepe zinkgat. Nou ja, alle inwoners uit Ten Boer wonen toch eigenlijk in een gat? Oh, sorry. Oh, sorry. What's wrong with you? Ik vind wel, als je erop drukt, dat je best wel leuke dingen ziet. Net pindakaas gegeten dus. Kat neemt plastic tas vol met drugs mee voor baasje. Het baasje is de volgende ochtend naar het politiebureau gegaan om de drugs weer in te leveren. Maar wie levert er nou zoiets waardevols in bij het politiebureau? Plastic tasjes zijn fucking duur. Ja, als ik soms een lelijk meisje tegenkom, dan krijg ik wel gewoon jeukje zo, maar voor de rest niet. En dan ook bultjes of zo? Of ja, dat valt om. Ja, dat ligt eraan. Als ze echt lelijk is, dan wel. Maar... 3, 2, 1. En 3, 2, 1, go! Ik ga vanavond uit en ik weet eigenlijk niet hoe ik mezelf moet make-uppen. Ik doe dan altijd gewoon zo. Dat hij die fiets heeft gestolen. Dus ze zijn er gelijk achteraan gegaan en is gearresteerd. Ja, dat is dom. Ja, dan moet je ook harder rennen, hè? En in 2019 kun je vette series verwachten. Ik heb natuurlijk al wat video's online gezet van wat formatjes. Maar er zijn nog wat formatjes die ik graag wil uitproberen. Dus vanaf 2019 gaan we gewoon afwisselen met een serie. 2 maanden lang een What the Fox show en een format. Om de 2 weken krijg je dan iets anders. 2 maanden lang, 1 serie, 1 What the Fox show. Dat wordt echt geweldig, super tof. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie de volgende week weer. Later!